What the fuck? Nooit. Yes, dat is goed. Makkelijke vraag. Allee, klaar? Ja. Een makkelijke vraag, denk ik. Oké. Dus, eerste vraag. Voor welke Franse club heeft Eden Hazard gespeeld? Lille. Yes. Correct. Oh nee, moet ik daar nog geen gooien? Oh, ça va, in de zee. Ah, Lil. Ja. Dat is weer zo'n cadeau, hè. Kom aan, Tine. Goed mikken. Yes! Dat is goed, hè. Oh, het is een nest. Welke club won de Champions League voor vrouwen? Ja, Lyon. Ah, maar wij zijn goed in het gooien. Allee, buiten u, wel daar wel, maar... Waar bevindt zich deze abdij? Saint-Étienne. What? Nee, niet juist. Het was Mont-Saint-Michel. Dat bovenste daar. Mont-Saint-Michel. Wow. Pure gok of niet? Nee, ik wist dat. Ja, dat is juist. Maar ja, dat is te moeilijk om te gooien, hè. Oh. Van welke club is Philippe Clément coach? Makkelijke vraag. Rijmt? Nee. Oh, nu weet ik het denk ik wel. Ja? Ja, het was Monaco, maar ja, het zit er niet in. Ja. Monaco. Hopla. Ja. Oh, weer gemakkelijk. Voor welke club speelt Jason De Nayer? Lille? Nee. Nee? Nee. Ah, nee, wat zeg ik? Jij zegt Lille. Oh, nee. Dat telt niet, hè? Nee, dat telt niet. Het is Lyon. Het is Lyon, ja. Ik ga gewoon de grootste regio nemen. Oké. Van welke stad komen de macarons? Ik ga ook nog Parijs. Het is juist. Echt? Goed? Ja. Goed. Hey. Voor welke ploeg supportert de Franse president Emmanuel Macron? Parijs. Nee. Nee? Nee, ze sport niet voor Parijs. Oh ja. Nou, waar was dat? Lyon. Ah, nee, ook niet. Huh? Marseille. Huh? What the fuck? Van welke stad is de bouillabaisse afkomstig? Rhin. Nee. Van Marseille. Ah. Ja. Wacht, waar ga ik je schokken? Misschien Marseille of zo, nog eens. Yes. In welke stad begon Zinedine Zidane zijn profcarrière? Saint-Malo. Nee. In welke stad werd het Frans nationale volkslied de Marseillaise gemaakt? Saint-Malo. Marseille? Nee. Nee. Het is gedaan. Yes.